Altekenend brengt hij verdwenen of bijna verdwenen panden in Voorhout in beeld. Jos Warmhoven is aan tafel aangeschoven. Van harte welkom. Ja, leuk. De boeken liggen hier. Ik zal er één omhoog houden. Dat is het laatste boek. Dat is het laatste boek. En welke we hier zien in beeld. Daar ben ik mee begonnen. Daar ben je ooit mee begonnen. Ja. Waarom wilde je die panden in beeld brengen, Jos? Ja, waarom? Dat weet ik niet zo goed meer. Hoe is het zo gekomen? Ja. Het is gekomen dat ik kerstkaartjes wilde maken. En dan wilde ik wat aan een boodschap doen. En die boodschap was zo'n beetje van, ik teken iets, kijk er nog eens goed naar, want het gaat misschien wel weg. Dat zat er vaag in. Maar toen ik begon, dat is een van deze tekeningen, toen was het eigenlijk ook al vreemd dat de Bonte Koe weg was. Dat gebouw was al weg. Mm-hmm. En de BNS die stond er nog. En een boerderij van Oostdam, links, die stond er ook nog. Mm-hmm. Maar toen vond ik het al jammer dat er dingen weg waren. Maar ja, je kan nu alles tekenen. En waarom vond je het jammer? Wat betekenen die panden dan voor jou? Ja, dat is toch een stuk van je geschiedenis. Ja. En waarom ik ze dan tekende, is eigenlijk dat ik het vervelend vind dat ze weg zijn. Het soms ook rugzichtloos gebeurt? Nou, slopen? Dat ook weer niet. Ik vond het toch jammer. Je komt er langs, je ziet een gat, je weet niet meer wat er stond. Ja. Dat irriteerde me. En toen dacht ik, ik teken wat er stond. En dat is denk ik een soort behoud van iets wat er was. En dat zit misschien ook wel in mijn vak. Ik heb duizenden woningen gebouwd. Je bent architect? Architect, dus 50, 55 jaar getekend. Echt wel een paar duizend woningen gebouwd of verbouwd. Mm-hmm. En soms moest er ook wel gesloopt worden. En daar zat al iets in bij mij van, dat is toch jammer. Mm-hmm. Ik herinner me nog van, ik tekende ook veel nieuwe bollenbedrijven. En dan moest de oude bollenschuur weg. Want je moest op dezelfde plek bouwen. Toen dacht ik, dit is niet goed. Want ik zag oude bolle schuurtjes, mm-hmm. mooie schuurtjes. Mm-hmm. Die gingen weg. En toen heb ik de oude bolle schuren getekend zoals ze in de geschiedenis zaten. Van mm-hmm. 1880 tot 1960 of zo. Mm-hmm. En naar de provincie gestuurd. En gezegd, dankzij de bestemmingsplannen wordt de hele cultuur van de bollenteelt, dat is dan niet meer zichtbaar. Want dat moeten wij slopen als je weer wil bouwen op dezelfde plek. Mm-hmm. En dat is gaan leven toen. Dat is, maar wat is het verschil met er een foto van maken en de tekenen? Dat weet ik niet. Ik weet dat die tekeningen maken heel veel herinneringen los bij mensen. En bij een foto is dat minder. Maar waarom? Geen idee. Misschien komt het omdat ik dingen weglaat. Ik laat de heggetjes weg, de auto's ervoor en al die dingen. Maar ik heb geen idee. Bijzonder. Het is verbazingwekkend dat mensen in Canada zitten, zo'n boek krijgen en tekeningen zien. En dan zeggen ze, joh, ik weet ook precies hoe de hond heette. Ja. En ze hadden oranje gordijntjes en stonden klompjes voor de deur en weet ik het allemaal. Dus de verhalen komen los door de tekeningen. Ja. En dat verbaasde me, dat wist ik niet. En nu met het nieuwe boek komt dat ook weer. Het is onbegrijpelijk dat mensen precies weten wat er stond. Ja. Als je een tekening ziet. Maar als er iets gesloopt wordt, dat is bij ons allemaal, alle mensen, het is weg, dan weet je niet meer wat er stond. Gek, hè? Dat is dat inderdaad is waar. Een gat in ons hoofd. Ja, ja dat vond ik raar. En dankzij die tekeningen, dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk wel, dat weet ik. Dus het zit wel opgeslagen in de harde schijf, en je hoofd. En pas als je het ziet, denk je, oh ja. En dan denk ik, goh, ja. Soms dat mensen denken dat het er nog staat, dan zeggen ze, joh, ik zag dat van Lakenman, dat was die Voorhout. Je hebt getekend, maar dat is er nog, hoor. Ik zei, nou, dan ga je maar eens kijken. Is er niet meer. Dan belde hij een paar dagen later en zegt hij, er is daar een rotonde waar dat huis stond. Dus heel merkwaardig dat wij wel kunnen onthouden wat er staat. En dat zit allemaal in je hoofd. En dat wordt losgehaald door je tekening. En bij een foto is dat minder. Okay. Dat weet ik ook niet wat dat komt. Hoe dat we gaan komt. Een paar foto's in ieder geval, of foto's van de tekeningen. Ja, niet foto's van de tekening gaan we bekijken. Ja, dit is een tekening dus van waardoor ik dacht, ja, dat wil ik toch nog wel eens vastleggen. Mm-hmm. De Bonte Koe was weg, het was een café. En dan de Nagelbrug. Ik zie dat het toch, het was toch al een moeilijke tekening toen al. De BNS wilde ik tekeningen, die stond er ook nog.
De boerderij van mijn opa Tienes, die was weg. Die heb ik ook getekend, dat komt ook nog wel, denk ik. En daar stond ook een prachtig huis bij de Hoge Brug. En dat is afgebroken, dat hebben we nooit gezien. Dat is voor 1850 of zo stond dat er. En dan vind ik dat ook leuk om dat toch te tekenen, want dat hebben wij allemaal niet gezien. Mm-hmm. Maar door die tekeningen dan zeggen ze, god, dat is toch leuk dat we dat zien. Zoals het was ooit, ja. Zoals het was, ja. Ja. Hier gebruik je ook kleur erbij. Nee, dat is het enige. Oké. Ja. Dit gebouw stond dus bij die Nagelbrug. Dit is weer dezelfde Nagelbrug, maar vanaf Rijnsburg gezien. Ja. Als je dit zo ziet, links staat dan de BNS. Rechts staat een stukje van de boerderij van Tienes van Winsen. Ja. En daar staat dan het grote gebouw. Uit 1810, of dat er gebouwd is of zo. En 1860 misschien afgebroken, 1880 kan ook nog wel. En dat vind ik wel mooi. Maar hoe kom je nou aan zo'n tekening? Koster van Voorhout, dat is een ambachtsman. Mm-hmm. Die heeft die titel nog, Koster van Voorhout. Die heeft een schilderij hangen van dat gebouw in huis. Ah. Dus wij zijn, Addy en ik, zijn daar naartoe gegaan en gekeken. Foto's gemaakt van het schilderij. En hij vertelde dat Huizen Schoonhoort, want zo heet dat, eigenlijk zijn familie was. Dus daar woonde Koster van Voorhout. Ja, dat vind ik toch prachtig als ik dat kan laten zien aan het dorp. Wat er stond op die plek. Ja. Ik verbaas mezelf dan hoor. En de ander mag het ook zien. Maar ik denk het vooral ook voor mezelf natuurlijk. Ja, maar we hebben er nu toch allemaal wat aan. Dat weet je niet. Maar het verhaal wat je nu vertelt, staat dat ook in de boeken? Een beetje erbij? Dat niet staat hele er, verhaal, nou, maar... dat staat er ook onder zo'n beetje. Ja. Ik teken dan ook vaak de kerk erbij, dat je weet waar het is. Ja, dat je een beeld hebt waar het ongeveer En die boerderij van Oostdam links, die staat er dan ook nog. En de oprit naar de BNS, dus mensen die bekend zijn, die denken, oh ja. Het aardige is ook nog, kort geleden is daar de brug veranderd helemaal. En toen heb ik daar een paar stenen gevonden van dit huis. En die heb ik meegenomen in huis. En hoe weet je dan dat het van dat huis is? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar je herkent iets. Het was een stuk fundering daar. Oh ja. En er werd wel eens getwijfeld of Huizen Schoonhoort ook bestaan heeft. Hè? Dus dat het alleen maar tekeningen waren of schilderijen. Maar nu heb ik stenen ervan. Maar ja, dat zegt ook nog niet zoveel natuurlijk. Die heb ik wel. Dit is, lijkt mij zoveel werk, Jos. Hoe lang doe je over zo'n tekening, ongeveer? Nou, dat... Weken, maanden, dagen? 2 weken misschien. Het is priegelen. Ja. Heb je een loop daarbij? Of al, zo? Van alle soorten liggen allerlei brillen om allerlei me heen. Brillen. Ook een loop. Ja? Want je hebt wel eens wat foto's, oude tekeningen en nog alles en nog wat. Hele dunne lijntjes tekenen. Dit is dan een oude tekening, hoor. Want ik teken tegenwoordig veel fijner dan toen. Fijner, veel fijner. Maar dat komen we zo dan wel, ja? Ja, dit is belangrijk, omdat Voorhout is eigenlijk hier ontstaan. Dat is de hoek van de Dinsdagse Wetering en de Herenstraat. Mm-hmm. En als het goed is, heeft in de Romeinse tijd hier ook een schildwacht gestaan. En dat spreekt me dan aan. En alles wat je ziet is weg, denk ik. Oh, dit is allemaal weg? Nou, dat eerste hele stuk tot die gevel van Kesteren. En de achterste 2-3 gebouwen, die staan er nog. En de rest is weg. Maar ik heb natuurlijk allemaal wel zelf gezien dat het er stond. Toen ik het schetste, was het nog niet weg, denk ik. Dit is een hele oude tekening, hoor. Ja, hetzelfde idee. Ineens gaat zo'n hele grote school weg. Agnes was een... De nonnen zaten daar. Het was een klooster. Het was dus bejaarden werden er opgevangen. Ja. Een meisjesschool. Ook verbouwd en verbeterd. En het zag er best mooi uit. Mooi Maria-beeldje erop. Mm-hmm. En toen hoorde ik dat het wegging. Dat vond ik toch wel jammer. Daar heb ik tekeningen. Ik geloof eerst foto's gemaakt. En later een tekening voor een kerstkaartje. Dat dacht ik... Misschien was het toen al weg, dat weet ik niet zeker meer. Maar het is toch geweldig als je dan zo'n kerk... En
wat een gebeurtenis. Ze zijn er niet hier. Mensen zijn doodgegaan daar. Daar heeft een man gezeten in de oorlog, ondergedoken. Een Jood. En ja, die is toen opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Echt verschrikkelijk natuurlijk. Maar had je als architect niet de behoefte om daar mooie appartementen van te maken dan? Want dat heb je in je vingers dus. Nee, dat speelde toen allemaal niet zo'n rol. Nee. Het tekenen van die gebouwen had niet zoveel te maken met mijn vak hoor. Het was meer vastleggen van het verleden. Want je was dag en nacht aan het tekenen voor je werk. Dit was eigenlijk ontspanning. Dat is wel. Ja, maar in de tijd dat je wist dat het gesloopt ging worden? Nou, dat tekende ik het en dan kon iedereen het zien. Het was denk ik ook een kerstkaartje. Van kijk er nog eens goed naar, het gaat weg. Dat was de enige boodschap. Ja. Maar mijn tekening gaat niet weg. Dat heb ik toen niet beseft hoor. Maar later toen dacht ik, het is toch wel aardig wat. Want hoe lang teken je nu? 50 jaar denk ik, 60 misschien wel. Oh, zo lang. Ja. Dit ook, ik hoorde toen dat de Rabobank gebouwd zou worden. Links is een huis van Vester, dat is een bollenboer zeg maar. Met een prachtig huis. Daarna is van Verdam, recht tegenover de kerk. Jongetjes van Verdam, allemaal heel goede timmerlieden. En daar nog een gebouw, dat staat er dan nog. Dat is nu een restaurantje. En het parochiehuis. Maar dit is onherkenbaar. Maar doordat ik dan ook het parochiehuis erbij getekend heb. Een soort herkenningspunt. En nog een gebouw, dan zie je dat. Ja. En dat komt eigenlijk doordat ik een kleinkind had die zei... Opa, hoe weet je nou waar een gebouw gestaan heeft als je dat getekend hebt? Ja. Hoe weet je dat nou? En toen dacht ik, dat is slim. Je moet iets tekenen ernaast wat er misschien nog staat. Ja. Dit is de eerste tekening die ik maakte toen. Dat ik dacht, ik teken er wat bij, want er gaat wat weg. Toen, middels de gebouw ging weg. En die linkse stond er nog een hele tijd. En die is verbouwd, helemaal. Behalve de onderbouw zie je nog een heel klein beetje hoe het was. Maar het is een laag erop en nog wat onherkenbaar. Want er staat over adressen bij, hè? Zodat je nu wel zeker kan. Ja, vinden. Het heet omwandeling en er staat erbij het adres waar het is. Ja, want dit is het boek met de wandeling. Deze, hè? Is het boek ik heb dat toen een wandeling genoemd. Ja. Dan moest je wel heel erg raar wandelen. Dat was niet een route dat je al zo makkelijk kon wandelen. Maar je kon het wandelend aantal dingen zien. Dus je neemt het boek onder de arm en dan wandel je de voorhout en dan kun je de panden Maar het tweede boek dacht ik, je moet echt een wandeling maken. En toen ben ik begonnen bij de ruïne van Teilingen. Kom misschien zo meteen. Ja, ja, ja. En dat eindigt dan ergens bij de Rijnsburgerweg. Dat is dan echt een wandeling. Dat je denkt, ik ga nu die wandeling doen. En hoe lang duurt zo'n wandeling ongeveer? Geen idee. Oh, nou je kunt stoppen natuurlijk wanneer je wil. Het is geen verplichting. Nee. Maar je hebt in ieder geval een beetje een handreiking. Ja. Dit was ook een bekende plek in Voorhout. De slager en de bakker en de kruidenier, de manufacturier, alles naast elkaar. En dit is de slager van Velzen. En dat ging tegen de grond, omdat daar appartementen gebouwd moesten worden. Ja, dat zegt dus niemand wat natuurlijk. Maar alle voorouders die kenden dit nog wel. Tussen de slager en de bakker ging je naar de kermis. Ik ben ook zo dat als het getekend is, dan mag het ook wel weg. Want het zag er natuurlijk ook niet uit. Als je dat zo ziet... Het is geromantiseerd. Nee, het was toch rommelig, oud, krakkemikkig. Maar de tekening bedoel ik. Nou, de tekening is niet zo geweldig. Maar ik vind het een beetje... Ja, misschien lag er wel sneeuw. Anton Piekerig. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er ook sneeuw getekend is, zo te zien. Ik denk dat het sneeuwde hier. Want jij zegt net van, het is voor ons... De plek tussen de bakker en de slager waar we naar de kermis gingen. Ja, dus... dat is een hele beroemde plek hiervoor, dat de Herenstraat. Ja. Dus mensen die in Canada zitten, die weten nog exact hoe dat eruit ziet, dankzij dit. Precies. Drie biggetjes in de etalage, zeggen ze dan, die zongen, wij gaan naar de slager van Velzen toe. Helemaal in het vet gemaakt. En dan zit er iemand in Canada die dat dan vertelt en denkt... Zou dat er nog staan? Ja. 60 jaar geleden of zo, 50. Ja.
Heb je ook bij de tekeningen gezet wanneer het verdwenen is? Soms. Ik het wist. Als je het weet. Ja. Dit is de mooiste tekening van dat eerste boek. Dit. Dit vind jij zelf de mooiste? Ja, absoluut. Ja. Waarom vind jij dit de mooiste? Het zegt iets over het dorp. Hm. Twee geloven, twee kerken, vlak bij elkaar. Ja. Er zit een meter of twee tussen. Het zegt iets over... die gemeenschap is altijd heel erg samen geweest. Mm-hmm. Dus niet de grote tegenstelling wat je vaak ziet in kerken. In Sassenheim is het ook altijd wel wat scherper dan in Voorhout. Het is zelfs heel aardig in de 80-jarige oorlog. Toen kwamen ze bij de pastoor en toen zeiden ze... ja, je moet nu weg, want het wordt protestant, deze kerk. En toen zegt hij, ik heb een vraag. Is er al een nieuwe dominee hiervoor? Dat niet. Hij zegt, dat zou ik wel willen zijn. En 's middags was hij dominee geworden in zijn eigen kerk. Ja. En dat typeert hier wel heel erg het dorp Voorhout. Ze hebben ook gekerkt onder één dak. Groot. En in de midden stond een muur van turf, een meter dik. En als het orgel gespeeld werd bij de protestanten, kon je het bij de katholieken horen en omgekeerd. Maar wel onder één dak. Ja. En op een gegeven moment is de voorste afgebrand. En wat je hier ziet links is dus het kerkje, wat vroeger de voorkant was van de apsis van de katholieke kerk. Mm-hmm. Daar is een apart kerkje voor gemaakt. En de katholieken hebben toen rond 1880 een nieuwe kerk gebouwd. En die staat op 2 meter afstand, dus echt weinig verschil. Ja. Dus dit is Voorhout uit en de treuren samen. Ja, dus ook de symboliek vind je heel mooi. Symboliek, de tekening vind je mooi. En het is ook een moeilijke tekening, hoor. Had ik in het begin gezien? Je kan het allemaal niet zo goed zien zoals je hier bent. Maar je moet daar gaan staan en foto's maken. Weer tekenen, gaan zitten. Ja, het was ook wel leuk. Ik zat de positie terug te tekenen. In Voorhout is ook een gebouw. Dat is de slangentoren. Daar worden de slangen van de brandweer gedroogd. Die worden dan opgehangen. En zat ik daar te tekenen en toen zei de een, bent u die moskee aan het tekenen? Die moskee, ik kon niet bedenken dat iemand dat gebouw ziet, een hoge toren zo, dat hij denkt dat het een moskee is. Dacht ik, nou, vind ik ook leuk. Die heb ik getekend ook in het tweede boek, ja. In het tweede boek, oké. Okay. Oh, dat is dit boek. Ja, hier begon ik te denken aan een wandeling. Ja. Dit is de ruïne van Teylingen. Ja. Ik denk, daar ga ik beginnen. Toen ging ik naar Paula van Klaveren en Roel, die daar wonen. En mevrouw van Klaveren, die bracht vroeger de bezoekers naar de ruïne van Teylingen. Die roeiden ze over. Ik zeg, mocht ik even in jullie tuin zitten? Kijken, en dan heb ik in de tuin heb ik dit getekend. En toen vroeg ik aan Roel, wat zagen de mensen nou vroeger? Nou, en Roel die verzamelt alles van de ruïne. Die had een paar boeken en tekeningen. En de volgende tekening staat er denk ik ook. En dit zag je. Dit zag je. Dus links zie je de restanten van de tekeningen die ik net gemaakt had. Ja. Maar dan moet je nagaan dat je op dezelfde plek zit of staat. Dat je rechts dan dat hele gebouw ziet en een ophaalbrug en alles en nog wat. Ja. Dat vond ik wel fascinerend dat je dat met tekenen dan kan laten zien. Als je aan het wandelen bent. Ja, je brengt iets tot leven, hè? Dan denk je, dat is toch niet te geloven, dat dat er vroeger stond. Ja, je brengt iets tot leven. Ja. Het verleden weer in het nu. Dat is natuurlijk ook wat je wil met de boeken. Ja, wat, daar dat is het boek. Wat verdwenen is, weer zichtbaar maken. Ja, mooi hoor, knap. Ja. En dit speelde ook een rol, Voorhout breidt maar uit. Hij heeft veel weiland om zich heen, ligt een beetje laag. Nou, dat gaat alle kanten op. Noordwijk-Rout, Sassenheim. En wat blijft er dan straks over van het buitengebied? Het lijken. Ga je dat nou tekenen, zou je dan denken? Weet je wel, is dat nou tekenwaardig? Ja, dat is het zeker. Je ziet het hoe Voorhout op dit moment is met buitengebieden. Mm-hmm. Waar dit soort woningen staan, die in de jaren 30 gebouwd zijn. Mm-hmm. Dat wordt straks opgeslokt door al die uitbreidingen. En dan vind ik het wel leuk als je nog kan blijven zien wat er stond. Het zij met tekeningen of gewoon behouden. Een parkje eromheen. Ja. En daarom heb ik
dat ook aan de burgemeester gegeven pas, dit boek. Als boegbeeld van de ruimtelijke ordening. En gezegd, als de voorraad uitbreidt, denk eens aan die buitengebieden. Pas ze in de nieuwe plannen, zoiets. Dus, ja, of bouw soortgelijke bouw misschien. Ja, of maar zet de boom omheen en dat is een parretje. Ja. En, wat vond ze? Wat zei ze? We gaan het meenemen, meneer Warmhoven. Nou, maar ik vond het wel leuk. Ze maakte ook een foto van me. Dat vond ik ook wel weer leuk. Dus, okay. Nou. In dat buitengebied, dit is de Schavendamse weg. Dat is natuurlijk vreselijk. Een weg voor je, waar al die auto's heen met 50 kilometer per uur langs. Ja. Ja. Maar het is zo prachtig. Hoe in zo'n buitengebied woningen ontstaan, tegen elkaar aangebouwd worden. Een soort straat, kinderen spelen daar. En merkwaardig ook. Maar je ziet dan toch ook, zeg maar, alles van de 20e eeuw, zie je dat daar gebouwd is. En het eerste wat de projectontwikkelaar doet, is zegt, we gaan iets nieuws bouwen en we schuiven alles tegen de grond. Dat voorkom je toch door dit soort dingen te laten zien. Om de aandacht er even op te zetten. En iedereen kijkt er dan ook naar. Want zelf had ik ook nooit zo goed naar gekeken. En dit vind ik echt... Dat had ik vroeger niet kunnen tekenen. Zo mooi, zo lang, veel. En natuurlijk schitterend stukje metselwerk van die man die op de hoek woont. En die dat allemaal zelf gemetseld heeft. Vernield, een nieuwe voorgevel. Supermooi. En ik pleit meteen voor dat er die weg, de Schavendamse weg, achter die woningen gegooid wordt. En dat dit bij de bebouwde kom getrokken wordt. Beetje politieke invloed. Het is toch schandalig dat je daar al dat streekverkeer langs die woningen voert. Dat moet je niet doen. Nee, dat gaat ten koste van de fundering. En ja, maar ja, dodelijk. Je kan haast niet overzeggen. Ah. We hebben nog veel meer foto's, maar dit. Ik wil het afronden eigenlijk. Oké, nou dit is... de laatste? De laatste. Dat is een hele bijzondere. Dit is de pastorie, de katholieke kerk. Ja. En de verbinding tussen de pastorie en de kerk heb ik getekend. Ja. Dat is ook een beetje, ik heb dat zelf ontworpen destijds, de roef heet de dat. De roef, ja. Dat heb ik ook getekend. De torentje van de protestantkerk zie je, dus een hele bijzondere plek. Ja. Maar toen de tekening klaar was, heb ik hem aan de pastoor gegeven. De pastoor van Boksmeer, voor zijn 90ste verjaardag. Hij had er 20, 30 jaar gewoond en er zat ergens anders. Hij was dus al 90. En toen belde hij op dat hij gehuild had, zo mooi. En... Ja, het emotioneert jou ook nog, merk ik. Ja. Maar goed, hij is onlangs overleden. Ja. En toen vertelde... Maar hij was er blij mee. Hij was er zo blij mee, zo mooi. Hij had het beste van zijn leven gehad. Ja. En toen is hij overleden, kort geleden. En toen had hij gezegd... vroegen ze, wat wil je in de kist mee hebben? Enzovoorts. Toen had hij gezegd, de foto van mijn moeder en dit schilderij. Echt? Nou, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Een mooi einde van een mooi verhaal, Jos. Ja. Prachtig. Dus de misschien boeken. Staat hij... Misschien hangt hij in de hemel. Ze zijn in ieder geval bij elkaar. Laten we dat gezegd hebben. Ik wil jou danken voor je mooie verhaal. Namens veel mensen je danken voor deze mooie boeken. Waarmee je een wandeling kan maken. En jij tekent door, hè? Mag ik hopen? We tekenen door. Jij tekent door. Dank dat je hier was. Hartstikke goed, dankjewel. Tot slot kunt u kijken naar culturele tips voor het weekend. Maar dit was Podium Bollestreek voor vandaag. Dank voor het kijken en tot volgende week.